Ik kreeg een goed idee. Zo, wacht hier even. Wat moet je nou weer dan? Ja, wacht even. Nou, het is zo Valentijnsdag, hè, als we op de zender ben. Als we nou even rozen uit die, jong. Voor de mensen. En dan zeggen we hier een roze. Kom aan, wij gaan de mensen paaien. Wie wil vast een roze hebben? Je is al gereed. Wil je het? Moet ik over zo'n deal? Ja, dit ben ik brutaal, ik niet. Hallo meneer! Kijkt u ook naar Urk aanstaande Valentijn? Zeg maar gewoon ja. Ja, Oké, super. Nou, alsjeblieft, mevrouw, die krijgt u vast niet meer van uw man. Oh, alsjeblieft. Niet zo scheizen, Teun. Ik zou niet durven. Nee, niet kijk je ook SBS6 dinsdag om 8:30? Nee. Oh. Nou, geef dat maar weer terug. Kom. Hey, ik ben zo die van de PvdA. Maar het is niet goed afgelopen met nee, dat ging wat minder met Nadia Roosaks. Heb je al een vriendin of zit hier tussen? Nee, ik heb daar een vriendinnetje lopen. Nou, kom hier, dit moet je ook een roos geven. Ja, hier ook. Ja, fijne dag. Dank je wel. Hé, hey, kijk, hier zit ook van lekker romantisch aan een beentje. Oh, ja. Gaan jullie ook weer naar de Uren kijken, nieuw seizoen? Absoluut. Volgende week zin. Ja. Goed zo. Joe! Heeft al een mooie roos gehad vandaag? Nee, ik wil twee hele lieve kussen, maar dit is de top. Kijken jullie ook? Ja. Maar dan moet je wel even naar SBS kijken. Moet ik een gekke tongen. Hoe? Nou, ja, niet zo snel, niet zo snel. Nou, Gerrie, ik ben er klaar mee. Deze bloemen vinden binnen van jou. Ach, ik ben er wel echt, hè? Ja, die ben ik niet keus, dus dankjewel, schat. Joe.